Hajar is blind. Hey Hajar. Ja? Ze wordt vaak gepest. Ze kan er weinig tegen doen. Doe even normaal. Hou op. Ha. Hou hey, blinde. Op. Ja? Doe ze even normaal. Stop daarmee. Ja. Wat gebeurt hier? Angelique is de grootste pestkop. We pakken je nog wel. Stiekem plakt ze een briefje op haar rug. Als Hajar buiten is, gaat het pesten gewoon door. Gelukkig komen haar vriendinnen haar helpen. Ga weg! Ga weg! Stop! Ze vrolijken haar op en praten over het schoolreis van morgen. Negeer ze maar, ze weet dit wat ze zijn. Ze zijn watjes. Ze weet dit hoe het voelt om blind te zijn. Maar ze... Waarom moeten ze dan altijd mij hebben? Misschien zijn ze ooit zelf geperkt. Ja. Er staat een brief met slaan maar op. Watjes, jongen. Maar morgen gaan we lekker op schoolreis. Naar Efteling. Yes! Vind je dat leuk? Ja. Oké. Okay. Ik neem morgen lekker stoppen. Ik ben zo mee. De volgende dag gaan de kinderen op schoolreisje. Maar dan gebeurt er iets vreselijks. De bus krijgt een ongeluk. Angelique wordt uit de bus geslingerd en ligt gewond op de grond. Hajar zorgt voor haar tot de ambulance komt. Mevrouw, ja, wat is er gebeurd? We gingen op een schoolreis en dat ging fout. En Angelique is uit de bus gevallen. 3 weken later zit de klas te wachten op Angelique. Vandaag komt ze eindelijk terug van het ziekenhuis. Angelique. Hajar, goed hoor dat je Angelique hebt geholpen. Ook al pesten ze je. Dank je. En Hajar, sorry dat we jou hadden gepest. Ja, sorry. Angelique heeft iets om aan Hajar te vertellen. Angelique bedankt Hajar voor de hulp. En ze zegt dat ze spijt heeft van het pesten. Nu is de klas blij en zo wordt niemand meer gepest in de klas. Dus allemaal stop met pesten!